Goed. Tijd tikt door. Ik heb nog 8 minuten om kort even stil te staan bij waarom eigenlijk dit symposium en waarom eigenlijk dit boek. Het is misschien bekend dat er gewoon een heel goed leerboek psychiatrie al is geschreven door collega's. En ons doel was echt niet om er een concurrent tegenover te stellen. We hadden echt niet het idee, er moet een beter leerboek tegenover gezet worden. Ons idee was, er moet een ander leerboek tegenover gezet worden. En dat kwam omdat Maarten Bakker en ik geven best veel onderwijs op de Universiteit Maastricht. Ik in het bachelorgedeelte, Maarten in het mastergedeelte. En we merkten dat het ons moeite kostte om de basisarts in wording, de geneeskundestudent, mee te nemen in de wereld van de psychiatrie. En dat ze al vrij snel verzanden in allerlei diagnostische classificaties, zonder nu echt te snappen waar het in de psychiatrie om gaat, zonder echt de patiënt te begrijpen. Ook als je het raamplan bekijkt van de arts, van de basisarts, dan wordt daar natuurlijk helemaal niks over DSM of diagnostiek verder in gezet. Het gaat daarin over problemen en de toekomstige arts moet daarmee wat. Hij moet in ieder geval die problemen herkennen en uiteindelijk daarmee een goede verwijzing of een goede behandeling kunnen instarten. Een van de werktitels lang van het boek was De psychiatrie ontward. Want het is natuurlijk niet alleen voor geneeskundestudenten, het is eigenlijk voor flink wat beroepsgroepen. En collega's ook die met de psychiatrie te maken hebben, die het nog altijd een behoorlijk ingewikkeld vak vinden. En die het maar met moeite of veel moeite kost om iets van het vak te snappen en iets van de problemen, de handicaps achter de patiënt met psychische problemen te snappen. Dus niet alleen de artsen, niet alleen de psychologen. Opvallend trouwens, als je Google psycholoog of psychiater intypt en je gaat naar afbeeldingen, dan zijn de eerste 3 en 4 plaatjes, zie je een patiënt liggend op een bank. Ik weet niet wie van u nog altijd patiënten liggend op een bank behandelt, maar volgens mij is dat ook echt lang geleden. Dan moeten we Google even vertellen dat dat echt niet meer in de top 3 van de plaatjes wordt, maar dat is een ander verhaal. Ook advocaten en studenten, dus heel wat mensen waarvan de psychiatrie nog altijd best een heel warrig geheel, een zweverig geheel kan zijn, en waarvan wij dachten, we moeten proberen een boek te schrijven dat uiteindelijk daar wat meer uitleg over gaat geven. Daarnaast vonden we dat het boek wat meer moest benadrukken de zaken als herstel. Wat minder op diagnostiek per definitie gericht, maar veel meer op herstel. En dat herstel van de meeste psychiatrische aandoeningen ook echt mogelijk is. En wat het dan betekent, herstel. Niet alleen maar symptoompremissie, maar ook alle andere facetten die met herstel te maken hadden. En daarom hebben we ook gekozen, ook vanmiddag weer in een workshop, om daar extra veel aandacht aan te geven aan het stukje rondom herstel. Dus kortom, heel wat zaken waarvan wij dachten, nou ja, dat komt nog niet goed genoeg in het leerboek, het bestaande leerboek naar voren. Het was toen wel een editie 2, inmiddels is een derde editie die is een stukje verbeterd. Maar goed, dat was onze drijfveer uiteindelijk om een nieuw boek te schrijven. En soms gaat het ook over momentum. We hadden iemand in de vakgroep die op dat moment al in een behoorlijke schrijfdrift bezig was, die per se een trilogie wilde maken voordat hij Maastricht zou verlaten. Nou goed, daar wil ik hem natuurlijk graag bij helpen. Dus in die zin is het boek ook een logisch vervolg op de eerdere boeken die waren geschreven door de huidige voorzitter van UMC Utrecht. Dit is een beetje de mantra die je vandaag keer op keer, hoop ik, zult terugzien. Het plaatje wat je als het goed is over gaat dromen s'nachts. Het plaatje dat dadelijk als eerste door Maarten Bak, mijn collega, wordt uitgelegd. Dit is het dynamische stresskwetsbaarheidsmodel. En dat is eigenlijk de rode draad door deze dag. Hierin staan eigenlijk alle facetten die wij belangrijk vinden om uiteindelijk een patiënt met psychische problemen te gaan helpen. En Maarten zal het dadelijk uitleggen, maar het gaat in ieder geval over symptomen. Hoe die variëren in ernst, frequentie en impact op iemands dagelijks leven. Wordt gestuurd door dagelijkse ervaringen. Nou, de rest volgt. Maar als je even goed kijkt naar het ochtendprogramma, dan komen eigenlijk al die facetten wel weer terug. Dus ik zei het al in die zin, we beginnen dadelijk met het dynamisch kwetsbaarheidsmodel. We gaan daarna door naar de omgevingsdeterminanten. Uiteindelijk na de pauze hebben we het over weerbaarheid, veerkracht. We gaan van stoornis naar syndroom. Dus eigenlijk niet meer alleen maar klassificeren, maar ook kun je dat op een andere manier doen. En als laatste een stukje, leuk die persoonlijke psychiatrie,
Maar hoe zou je dat nu het beste dan, hoe zou je daar de zorg omheen kunnen bouwen en wat heeft dat met organisatie van zorg uiteindelijk te maken? En als je dan goed kijkt, dan komen al die facetten in dit model netjes terug. De kwetsbaarheid, de weerbaarheid, uiteindelijk naar het syndroom toe, de omgeving en uiteindelijk hoe moet je de zorg daaromheen vaststellen.